Lukt het de Adelaar van Amsterdam om aansluiting te vinden bij de beste Delta-vliegers van Europa? Dat kan drievoudig Nederlands kampioen Koos de Keizer vanaf morgen gaan laten zien. In Oostenrijk doet de Delta-vlieger uit Amsterdam-Oost de hele week mee aan het voorbereidingstoernooi op het EK. Het is niet echt met elkaar te vergelijken. Delta vliegen in een bergachtig landschap en Delta vliegen in de eigen huiskamer. Toch hangt drievoudig Nederlands kampioen Koos de Keizer met regelmaat in zijn zelfgefabriceerde Delta-set. Hoeveel uur ben jij nou te vinden in deze stellage hier? Dat wisselt. Maar kijk, voor zo'n wedstrijd is het wel goed om weer even die spieren te gebruiken. Dan doe ik dat een uurtje per dag zo. De Adelaar van Amsterdam gaat vanaf morgen de strijd aan met de beste vliegers van Europa. Om hoog te eindigen moet hij een week lang goed presteren. Ze krijgt iedere dag een taak. En dat is soms dat 100 kilometer, soms is het 200 kilometer. Dan moet je zorgen dat je die kan vliegen, dat je niet halverwege de grond staat. En haal je hem, dan gaat het om wie het snelste is. Maar je wint eigenlijk door nooit een grote fout te maken. Als je één dag aan de grond staat, ja, dan zak je enorm. Bovendien is het met ruim 100 deelnemers oppassen geblazen in de lucht. Er zijn dan ook verkeersregels opgesteld. Zeker met zo'n wedstrijd. Dan is het druk in de lucht. Dan moet je echt aan de voorrangsregels houden. Ja, want wie hebben de voorrang dan in de lucht? Bijvoorbeeld stijgend verkeer. Dus als iemand sneller omhoog gaat dan jou, dan moet je hem eigenlijk voorrang geven. De Keizer heeft zichzelf tot doel gesteld aansluiting te vinden bij de top 20 van Europa. Maar ook als dat hem niet lukt, gaat hij een mooie week tegemoet. Je voelt eigenlijk al heel snel, een of twee passen, dat je gewoon opgetild wordt. En dat is, ja, een fantastisch gevoel. Want het is gewoon, dan ben je bevrijd en dan vlieg je. Te gek. Ja. Echt een bijzonder moment om los te komen van deze aardbodem. Vanaf morgen is het voetjes van de vloer voor de Keizer. Dan begint het toernooi in het Oostenrijkse Gaifenburg.